Er blijft toch wel een joekel van een kaart, hè? Dat is het zeker. En dit keer heb ik hem getest en mag ik eindelijk naar buiten brengen hoe snel deze kaart nou echt is. What is up guys, Marco van TechTime hier en check even wat ik hier heb liggen jongens. De GeForce RTX 4090, maar dan van Gigabyte, de speciale Windforce editie. Deze videokaart heb ik dan ook getest op mijn testbench met een AMD Ryzen 9 7900X, 32 GB DDR5 6000 geheugen van Kingston en dat allemaal op een Aorus B650 Elite AX. Yes, we starten eerst even met 3D Mark en nou, dan hebben we dat alvast gehad. We hebben dus TimeSpy en TimeSpy Extreme. En TimeSpy Extreme wist dus een score neer te zetten van 18.428 en TimeSpy Normaal op 33.141. En dat is een hele hoge score. Dat is een score die out of the box, ja, die heb ik nog niet vaker voorbij zien komen. Voor de rest hebben we ook Port Royale gebruikt, waarmee je dus ook de raytracing prestaties kan checken. En deze wist een score neer te zetten van 25.600. 101. Natuurlijk zijn deze benchmarks hartstikke leuk, maar we gaan eens even kijken naar de echte prestaties. Ik heb jullie pas geleden gevraagd om een aantal games op te noemen en dat heb je dan ook uitgebreid gedaan. We starten met de eerste en dat is Watch Dogs Legion en deze heb ik getest op ultra 4K settings. Assassin's Creed Valhalla op ultra high quality tikte dan gemiddeld ook de 119 fps op 4K resolutie. Formule 1 2022 scoorde met ultra high settings met Nvidia DLSS aan een score van 200 fps. GTA 5 is ook heel vaak aangevraagd en zeker ook voor de 5M spelers. Bereid je maar voor, want dit is geen misselijke score. Ik heb alles op maxed out gezet, behalve MSAA anti-aliasing, 216,4 fps op average. En dat is absurd hoe hoog dat is. Natuurlijk ook de nieuwe game en tevens ook mijn favoriete game, Overwatch 2, heb ik ook even uitgebreid getest met een speciale benchmark mode die je kan krijgen in de workshop. Nou, ik heb deze dus uitgevoerd en ik kwam dus uit op een gemiddelde score van 437 fps. Natuurlijk ook even Warzone. Ja, dat werd ook heel vaak aangevraagd, al ben ik totaal geen Warzone speler en was na 2 minuten al dood. Ik heb even iemand anders laten spelen die net even wat meer skills erover heeft. Nou, Warzone werd dus getest met een score van 206 fps op gemiddeld. Dit was dan op 4K high settings met DLSS op performance mode. Ik weet ook dat een andere game ook heel vaak is aangevraagd en dat is Fortnite. Ja, ik heb ook een poging gedaan met Fortnite en het ging best wel lekker. Absoluut. Ik heb dus Fortnite gespeeld op ultra hoge settings, maar dan zonder DLSS en ik kwam op een gemiddelde score van 119 fps. Natuurlijk Forza Horizon 5 heb ik ook nog even op de testbench gelegd en dit is dus het resultaat wat hiermee uit is gekomen. Misschien ben je ook benieuwd naar Cyberpunk, maar daar kom ik zo meteen even op. Ja, want dit hier is namelijk de RTX 4090 en om specifiek te zijn is dit ook de goedkoopste optie die Gigabyte aanbiedt. De RTX 4090 Windforce 24G is momenteel dus te koop voor een prijskaartje van rond de 2000 euro. Moet ik wel bij zeggen, hij is pittig groot. Dit is dus geen kleine unit en let er alsjeblieft voor op dat als je deze videokaart wil nemen, dat je ook echt past in je eigen kast. Deze videokaart is maar liefst 34 cm breed, 15 cm diep en 7,5 cm hoog. Dan is er nog een ander dingetje en dat is dus deze converter hier. Ja, nou die steek je gewoon heel simpel dus in de power adapter. En dan heb je hier natuurlijk ook de 4 8-pin stroomconnectors. Snappie? Hartstikke leuk. Waar ik alleen heel erg mee zit. De kaart is al pittig groot van formaat. En als je zo'n adapter ook nodig gaat hebben, dan denk ik dat dat heel erg krap gaat worden met jouw eigen behuizing. De kans dat je namelijk al een voeding hebt met zo'n 16-pin stekker is eigenlijk niet zo heel groot. En wil je toch gebruik maken van zo'n adapter? Nou, ik weet niet of je het een beetje goed ziet, maar hij steekt al gauw een centimeter of 3 à 4 al erbovenuit. Dus dat moet je ook al gelijk gaan optellen bij de diepte van deze videokaart. Alright, ik denk dat de kans heel klein is dat je niet weet wat raytracing en DLSS is. Nou, het is eigenlijk een techniek die al 4 jaar geleden is aangekondigd tijdens de RTX 2000 lijn. En inmiddels is de lijst met games die dit allemaal support wel heel erg lang geworden. Steeds meer ontwikkelaars die zetten ook standaard al raytracing aan als je de game wil gaan spelen op ultra settings. Maar de RTX 4090 heeft dus een nieuw trucje en dat is dus DLSS 3.0. DLSS 3.0 heeft namelijk de functie om in jouw gameplay, mits je het ook ondersteunt, ook frames zelf te genereren. En hoe dat precies zit? Optical Flow Accelerator zorgt er namelijk voor dat er tussen 2 frames die gerenderd zijn in jouw games,
dat het daar een extra frame met AI wordt gegenereerd. In plaats van dat je bijvoorbeeld dus gewoon constante frames krijgt uit dus jouw game, wordt dus door middel van DLSS 3.0 en Optical Flow Accelerator, wordt dus een extra frame gegenereerd. Er wordt dus de ene frame met de andere vergeleken, het verschil wordt berekend en dat verschil zie je dan ook weer terug in je framerate. Ik kreeg een performance boost van mijn least rond de 50% op het moment dat ik deze functie uit heb staan en aan heb gezet. Ja, 50% meer FPS door deze nieuwe functie. En dat is een pittig hoge score. Ik heb bijvoorbeeld eerst DLSS uitgezet en ik kwam toen op een score van gemiddeld zo'n 49 FPS. Nou, uiteindelijk heb ik DLSS 3.0 aangezet en gingen we al snel richting de 110. Maar op een gegeven moment DLSS 3.0 met Optical Flow Acceleration, we gaan al snel richting de 150 à 160 fps. En dat op 4K en ultra settings. Maar ook even terug naar de hardware. Want we hebben natuurlijk ook dit hele mooie kaartje hier liggen. Maar daar is wel iets mee. Deze GPU is er toch wel cool te houden. Oké, mijn testbench was weliswaar een open bench geweest. Dus er zat niet in de behuizing of zo. Maar een temperatuur hoger dan 65 à 67 graden heb ik eigenlijk niet gespot. En ook het stroomverbruik, ja, hoger dan 420 watt heb ik eigenlijk ook niet gespot. Waarom zitten hier dan 4 stekkers op? Nou, sowieso, de RTX 4090 vereist dus al dat je 3 stekkers gaat gebruiken. Dus elke stekker levert al 150 watt. Nou, dat is op zich redelijk safe voor een RTX 4090. Maar wat doet die vierde stekker? Die zorgt voor een overklok. Stel, je wilt dus deze videokaart gaan overklokken of je koopt een nog luxere variant van deze videokaart, dan is de kans dat je aan 450 watt genoeg hebt toch niet zo heel groot. Daarom heeft Nvidia nu ook al aangegeven van hey, lever gewoon zo'n stekkertje bij, 4x8 pin naar 1x zo'n 16 pin. Of koop gelijk even een voeding die wel zo binnen heeft. Zo, dus de RTX 4090. Ja, er zitten natuurlijk ook heel veel andere leuke functies. Maar ik focus me even op de gaming performance hiervan. Het is een hele leuke kaart. Het is een mooie kaart ook. Maar hij is wel pittig geprijsd. Dit is ook oprecht de snelste videokaart voor gamers van dit moment. Nvidia heeft de kroon gewoon te pakken gekregen weer. En voor €2000 heb je dus zo'n beest in je PC zitten. Is het ook een kaart die je snel zal kopen? Want ook dat is ook iets wat je in je achterhoofd moet gaan houden. Natuurlijk, DLSS 3.0 is hartstikke leuk. En natuurlijk ook gamen op 4K Ultra op echt hele hoge framerates. Ja, dat maakt ook wel heel aantrekkelijk. Plus ben je een content creator. Nou ja, er zit nu ook een AV1 encode erop door middel van NVENC. En dat maakt ook weer interessant als je dus heel veel video's wil gaan editen. Natuurlijk, al die functies die ik net opnoemde komen ook op de RTX 4080. Natuurlijk ook de RTX 4070. En misschien zelfs ook de RTX vet... Wat? En wellicht ook wel de 4060. Dus is dit dan gelijk ook een kaart die je nu op dit moment moet gaan halen? Ik denk het niet. Ik denk eigenlijk dat de RTX 4090 op dit moment gewoon de deur al opent voor hele snelle videokaarten. En dat we nu gewoon echt al een heel groot verschil gaan zien. Ja, en die prijs voor €2000, dat is weliswaar een retailprijs. Nvidia heeft namelijk aangegeven dat een adviesprijs heeft van $1600. Maar ja, daar komt nog wel even de BTW erbij. En shippingkosten. En ja, dan zit je al gauw eigenlijk al rond de €1700 à €1800. Maar dit is dus een custom videokaart. Dit is dus een videokaart die je gewoon rechtstreeks uit de winkel kan halen. En dan ook nog eens met bijvoorbeeld gigabyte looks. Just saying. Maar vergeet ook niet dat de RTX 3090 Ti die een paar maanden geleden uitkwam, die had al een retailprijs die boven deze kaart ligt. En die zit qua prestaties een flinke klap lager. Eigenlijk, deze videokaart, de RTX 4090, is veel te overkill voor de meeste van jullie. Ja, ben je nou bijvoorbeeld een gamer, dan moet je echt kijken naar een 4K 120 Hz scherm. Zoals bijvoorbeeld de tv die ik achter mij heb staan. Of eten op minimaal 1440p op 360 Hz. Dan pas ga je echt merken dat je een RTX 4090 hebt en zul je daar geen bottleneck mee krijgen. Maar heb je dit nou bijvoorbeeld niet, laat die 4090 lekker liggen. That's my two cents. De RTX 4090 is dus de beste videokaart die je momenteel kan kopen als je een gamer bent of een content creator. Maar dan moet de rest van je PC en je setup wel op orde zijn. Weet je wat binnenkort ook maar eens even gaat doen? Ik ga deze videokaart maar eens even lekker installeren in een PC met een processor die nog officieel niet uit is. En als je dat wil gaan zien, dan moet je zeker abonneren en even het belletje aanzetten. En een like op deze video zou ik ook ontzettend tof vinden. En laat mij even weten in de reactie beneden wat jij van deze kaart vindt. Shoutout naar Gigabyte voor het mogen maken van deze video. En ik zie je heel graag bij de volgende. Zoals altijd zeg ik weer, tot echt!